Allerlei groepen in Zeist zijn bezig met duurzame projecten. En één keer per jaar organiseert Samen Duurzaam Zeist de Week van de Duurzaamheid. Dat is een goede reden om eens te kijken wat er op het gebied van duurzaamheid allemaal gebeurt in Zeist. Zeist, een van de groenste gemeenten van Nederland. Een fijne gemeente om in te wonen. En toch hebben we nog wat uitdagingen te gaan. Want hoe worden we natuurinclusief, circulair, klimaatbestendig en klimaatneutraal? En wat kan Samen Duurzaam Zeist hierin betekenen? We vragen het Joost van Ettenhoven, de groene makelaar van Zeist. Een groene makelaar helpt bewoners met ideeën voor de openbare ruimte op het gebied van groen om die te realiseren. Je kunt erbij denken aan samen een buurtmoestuin aanleggen of een natuurspeelplek. Of zoals we hier op deze locatie zien, hier is een groep bewoners aan de slag om de waterkwaliteit van de vijver op een hoger plan te brengen. Ik denk dat we twee grote uitdagingen hebben. Eén, hoe gaan we om met klimaatadaptatie? En twee, hoe verhogen we de biodiversiteit? En met klimaatadaptatie denk ik aan het klimaat verandert. De zomers worden heter en we hebben meer storm, meer regen. Hoe vangen we dat met elkaar op? En de biodiversiteit gaat achteruit, de soortenrijkdom neemt af. En ik denk door op een slimme manier met groen om te gaan en de juiste planten en soorten te planten, kun je weer herstel bieden van de biodiversiteit, zodat er ook weer beestjes en diertjes in gaan leven. Het leuke van Samen Duurzaam Zeist vind ik dat je het met elkaar doet. Dus niet dat je er alleen voor staat. Ik zie dat ook bij de projecten die ik begeleid, dat door het samen te doen bereik je meer. En het is ook gewoon heel erg leuk om het met elkaar te doen. Ik ben André Tinhout. Ik ben coördinator van de poelenwerkgroep in Zeist. En we beheren voor de gemeente eigenlijk een aantal poelen. We staan hier nu bij de poel De Brink. En we beheren ook nog de poel bij Kouwenhoven. En wat we onder beheer verstaan is het schoonmaken van die poelen in verband met het anders dichtgroeien van die poelen. Want al die waterplanten die we eruit verwijderen doen we één keer per jaar. En als we dat niet doen, dan is het over een jaartje of 10 helemaal dichtgegroeid. En gaat het leven achteruit, omdat het dan één pakket waterplant is waar het zonlicht helemaal niet meer in kan doordringen. Ik wist dat ze het hierbij ging houden, de vijver. En ik wandel hier elke dag met mijn hondje. Heel mooi stuk. En ik had gehoord dat ze dit opschonen via een poelenwerkgroep van iemand anders die daar ook met zijn hond wandelde. En ik denk, ja, dat wil ik wel eigenlijk doen. Het moet bijgehouden worden, je ziet het dicht groeien. Dus, Als je het niet doet, dat onderhoud, dan zou het misschien mechanisch gebeuren door een opdracht van de gemeente. En dan komt hier een grote dragline en die komt hier de boel één keer in de vijf jaar leegtrekken. En dan kan je niet meer zoals wij kiezen waar je wat doet. Dan wordt het gewoon rücksichtloos schoongemaakt. En doordat wij dat heel selectief doen, bevorder je de biodiversiteit enorm. Dus geef je de beestjes kansen die ze na een machinale schoonmaak niet krijgen. Ik woon in Zeist en ik doe vandaag voor het eerst mee met de poelenwerkgroep. Geïnteresseerd geraakt door mijn man die met het hond uitlaten hier iemand tegenkwam en op die manier hier beland. En ik heb vandaag een heleboel waterplanten, exotische waterplanten hier uit de vijver gevist. Dit is een waterplant die we hier aantreffen, dat is grof hoornblad. En die hoort hier van nature thuis. En die voelt ook heel stevig aan. En dan heb ik hier ook een waterplant, die komt hier massaal voor in De Brink. En dat is de waterwaaier. En die is hier niet inheems. Dus dat is zo'n invasieve exoot, zoals die genoemd wordt. En die neemt hier de overhand. Dus die concurreert eigenlijk alle inheemse soorten weg. En die willen we dus vooral verwijderen, die waterwaaier. Dit was helemaal droog, hier was eigenlijk helemaal niks. Er was ook een poel geweest, die was opgedroogd. Die hebben ze toen weer helemaal uitgegraven, alles lag hier vol modder, heel lelijk. Ik denk, wat is dit joh? En dan zie je dat in een jaar of twee, dat het gewoon echt zo mooi opbloeit met kleuren, met planten. En ja, het is nou echt gewoon een natuurgebied met heel veel leven erin. En dat is zo mooi.
nu, in oktober, november, er zijn alle beestjes wel volwassen geworden. En het is nog niet, het vriest nog niet, dus ze zitten nog niet in de modder verscholen. Dus dat is het moment waarop wij schonen. En in de winter snoeien we alleen maar. Dan komen we dus niet in het water, maar snoeien we alleen maar rondom die poelen. Met het uitgehaalde materiaal, dus al die natte waterplanten, bouwen we dan ook nog broeihopen voor de ringslang, voor in het voorjaar weer. En als je een plantenmateriaal op elkaar stapelt, gaat dat broeien, komt er warmte vrij en die wordt dan gebruikt om die eieren van die ringslang weer uit te broeden. En met het snoeihout maken we allemaal takkerillen in de bosjes daarachter. En die worden dan weer gebruikt door kleine zangvogeltjes die daar hun nesten kunnen maken. Ja, we gaan een heel stuk het water in en dan trek je dus die lisdodden, die gele stengels, die trek je eruit. Want die groeien allemaal helemaal dicht, die kun je met je hand eruit trekken. Nou, de vijver is niet dieper dan zo ongeveer, zo dus met een laagje modder. Daar trek je die spullen eruit en daarachter Mira, die is ook begroeiing die je eigenlijk niet ziet, maar onder water. Exoten zijn dat van die planten die er eigenlijk via andermans aquarium een keer gedumpt zijn. Ja, dus als je een aquarium hebt met exotische vissen en planten erin en je stopt daarmee, geef het weg of vernietig het, maar niet alsjeblieft in de poelen. Het is vreemd in het begin, als je gewoon in een pak in dat water loopt, je voelt dat koude water aan de buitenkant zitten. In het begin vertrouw je het niet helemaal, maar het werkt prima. Het is letterlijk of je met je voeten in de modder staat. En nou, ook wel lekker afwisselend. Ik heb een baan waarbij ik de hele week met mijn hoofd werk. En heerlijk om dan gewoon even met mijn voeten in de blub te staan. En je bent maar een paar uurtjes kwijt, dus op je vrije zaterdag. Dus dat is gewoon een hartstikke goed doel om even aan mee te helpen. Ik ga zeker verder doen, ik wil zeker bijhouden. Weet je, we zijn hier nou met een man of 10 en het is bij lange na niet genoeg om dit op te schonen zoals je het wilt. Het is, ja, veel handen maken licht werk, maar er is vrij veel werk aan zo'n poel. Het groeit harder dan dat wij het weghalen.